Ja, het kon natuurlijk ook gewoon niet uitblijven. Wie is deze week nou weblog van de week? Wie zou dat nou zijn? Ja, dat is Jan. Jan en Marleen eigenlijk. Het is een, je moet ze in één adem noemen. Want als je een logje gemaakt hebt, dan kun je er donder op zeggen dat Marleen reageert. En ja, Jan is bijna de bulkfotograaf van de hele weblog community. Want het leuke van Jan is dat hij altijd zijn foto's uitleent aan iedereen. Jan maakt veel foto's, daar houden we van. Ik ben gek op foto's, ik kijk er ook veel naar. En er is iets speciaals aan de hand. Wat niet verwacht had dat zou gebeuren, is dat Nathalie misschien wel van de eerste plaats zou worden verdrongen. En het gaat ernaar uitzien dat de komende week, en misschien helpt dit filmpje wel eraan bij, dat Nathalie van de eerste plaats wordt verstoten. Dat had echt niemand verwacht. Misschien gaat Jan deze week, of begin volgende week, of misschien is het in de tussentijd al wel gelukt, naar de eerste plaats. Dat had je toch niet kunnen bedenken. Nou heeft die Q-Music actie daar natuurlijk veel aan bijgedragen. Hey, Jan had een link op zijn website, of op de website van Q-Music, naar zijn site toe. Naar zijn weblog. Ik ken nagenoeg hoe populair. Werd in één week geloof ik zo'n 5000 keer bezocht. Ja, dan gaat het natuurlijk wel heel hard. En dat ging allemaal met die Porsche-sleutel had dat te maken, die ingevroren was in het ijs. Jammer Jan, je hebt niet gewonnen, maar het was wel spannend. Maar ik zal je zeggen, ja, je bent eigenlijk een wereldjochje. Je bent er overal als eerste bij. Gent, ja, je thuishaven, had jij natuurlijk als eerste de foto's toen er nog koeien liepen. Had jij het al. Nou, je merkt al hoe lang de tijd ik nodig heb voor dit filmpje. Dus het is een heel lang filmpje inmiddels geworden. Maar ja, Jan, ik kan er ook niks aan doen. Als je naar één gaat, dan verdien je het ook wel. Jongens, alle webloggers, alle mensen die kijken, vrienden en familie van Jan. Ja, dit is een voorbeeld zoals je een weblogje moet inrichten. En nou ja, jongens, blijf reageren op alle andere weblogjes, want dat is hartstikke leuk. Jullie zijn hartstikke top, komen uit België. Dus ja, België gaat naar één. Ah, ik vind het wel zielig voor Nathalie een beetje.